We zijn in het bos in Mariahout. Een wat rare plek voor een intro voor een dartsopname. Maar onze gast van vandaag is ook op veel rare plekken in Europa geweest. Hij is een van de grootmeesters op het WDF-circuit. Welkom bij Road to Lakeside. Ja, we zijn in Mariahout. Voor Moreno Blom, ja? De tijger van het WDF-circuit. Ja. Want wat ben jij de laatste 3 jaar toch veel op het WDF-circuit geweest? Ik ben daar zeker aanwezig, dat klopt. Je hebt alle hoeken van Europa wel gezien op dit moment. Onderhand wel, ja. Onderhand. Zeker na dit jaar, dan de laatste paar weken, dan ga ik nog naar een paar nieuwe landen. Maar dan heb ik 90% wel gehad, denk ik. Geniet je ook van het reizen? Ja, ik hou echt van nieuwe landen ontdekken en op nieuwe plekken darten. Dat vind ik onwijs leuk. Nieuwe mensen leren kennen. Maar desondanks ook gewoon echt gewoon de toernooi serieus nemen en gewoon... Desondanks dat het WDF is, gewoon echt gewoon per toernooi gewoon mijn best doen. Ondanks WDF, het zijn toch wel hele lange dagen die je maakt. Het zijn niet niks te doen. Ja, misschien de eerste rondjes, nu je geseed bent, dat is natuurlijk iets anders. Ja, dat je geseed bent is natuurlijk zeker een voordeel, omdat je wat iets later mag beginnen. Je hebt eigenlijk altijd een bye. Mensen kijken tegen je op, normaal gesproken. Je hebt inderdaad wat voordelen, maar dat maakt niet weg dat je niet vanaf de eerste ronde dat je zelf mag spelen, het serieus moet nemen. Want desondanks dat het WDF is, blijft het toch moeilijke toernooien. En of je nou in Scandinavië bent of Zuid-Europa of Oost-Europa, er zijn gewoon zat darters die niet heel bekend zijn, maar wel onwijs goed zijn. En die gewoon heel gevaarlijk kunnen zijn en gewoon goed kunnen gooien. Dus we moeten zeker gewoon scherp zijn. Je moet scherp zijn, dat klopt. Voor corona was je wat minder bekend. Je hebt ons een paar hele hoge pieken laten zien, maar de dalen waren ook heel groot in het begin. Ja. En toen na corona, misschien iets serieuzer, ik ben wat ouder geworden en in één keer begint het helemaal te lopen. Ja, ik heb net voor corona werd ik natuurlijk 18 en dan maakte ik een switch van de jeugd naar de heren toe. En toen begon ik een beetje wat serieus te nemen en... Vooral de toernooi op zich, zowel WDF als PDC nam ik het wat serieuzer, ik trainde wat meer. Ik ging eerder naar de locatie toe, nam de toernooi op zichzelf wat serieuzer. En op lange termijn denk ik op zich, de laatste paar jaar, dat ik het op zich prima doe. Ik heb geplaatst voor het WK, van de WDF, voor de Lakeside. En ik denk dat ik op zich het oké doe. Je hebt WDF, maar je hebt ook PDC. Ja. En ja, Q-School gaat bij jou wel redelijk, niveau is daar wel oké, maar dan ga je eigenlijk de rankingtoernooi op van de PDC. En daar is het heel wisselvallig tot het jeugd-WK. Soms is het nog wel eens de vraag of je het jeugd-WK gaat halen in het verleden. Ja. Maar op het jeugd-WK sta je er wel altijd. Wat is het verschil tussen een Challenge Tour of een Development Tour ranking voor jou? Of echt die eendags toernooi dat je zeker weet dat je er staat? Het is een beetje twee strijden. Ik vind het lastig. Het verschil tussen de WDF, persoonlijk vind ik WDF... Dat spreekt mij iets meer aan omdat het wat gemoedelijker is en wat, wat openlijker. En PDC is toch wat lastiger. En vooral ik vind het fijn om tegen volwassenen te spelen. Ik weet niet hoe het komt, maar het ligt me op lange termijn ligt het wat meer. En dan gooi ik op de Challenge Tour, dan doe ik het eigenlijk dit jaar. Sta ik eigenlijk in de top 40. Ik heb zelfs een oproep gekregen voor de Pro Tour de laatste keer. Helaas zat ik voor de WDF in Spanje en er waren er geen vluchten om naar Duitsland te gaan op last minute. Maar daar doe ik het op zich wel prima voor het eerste fulltime jaar. En de Development Tour, ik vind het lastig. Het is niet dat ik het niet serieus neem, maar ik denk dat aan de ene hand dat ik het iets te makkelijk over nadenk. En ik mag nog 2 jaar op de Development Tour en ik heb nou wel na dit jaar... besloten voor mezelf van dat het volgend jaar en het jaar erop wel echt wat serieuzer moet. En dat het mensen ook wel wat verwachten van mij. En ik zelf verwacht ook wat van mezelf. Je ligt jezelf lat vaak hoog, maar in mijn ogen heel realistisch wat je doet. Wat we ook wel eens zien bij jou bij de Development Tour. En met Challenge Tour ga je met volwassenen reizen. Je bent heel goed met Jelle, die trek je natuurlijk mee, dat helpt. En de andere jongens van de WDF kan jij heel goed. Maar de Development Tour, vroeger was het een beetje de bende van ellende. De lol begon al op Schiphol en die eindigde als je terugkwam op Schiphol. En het darten was eigenlijk een beetje bijzaak. Ja. Terwijl je dat op de WDF een stuk minder hebt. Want dan is het pas als de pijlen weg zijn. Inderdaad, ja. Zo, inderdaad, op die Development Tour dan ga ik natuurlijk met wat jongere gasten. En zeker met vrienden waar ik heel goed mee ben. Je weet natuurlijk een beetje met Jana Bottenberg en dat soort gasten, weet je wel. Daar ben ik heel goed mee, ook privé buiten darton. En zeker voor dit jaar namen we het wat...
niet zo serieus. Dan was het meer een beetje weekenden weg en leuk darten en lang leven de lol. En dit jaar hebben, denk ik, Jarno en ik vooral op development tour wat leuke stappen gezet. Niet voor mijn mening, niet voor mijn zin genoeg en niet voldoende. Maar zeker voor Jarno heeft bijvoorbeeld een hele goede stap gemaakt. En ik ben ervan overtuigd dat we het beide heel goed gaan doen volgend jaar. En ja, wat jij zei, Jelle is voor mij persoonlijk heel goed om mee te reizen. Want het is een rustig persoon. Je hebt er eigenlijk geen last van. Hij heeft heel veel ervaring waar je van kan leren, waar je veel ervaring van op kan doen. Dus dat werkt voor mij persoonlijk best wel heel goed, zowel op de PDC Challenge Tour als WDF toernooien. Was jouw kalender dit jaar niet te vol? Want je eigenlijk van per 1 januari stond je er meteen. En dan was het meteen aan één rits door. We zijn nu richting november aan het gaan en het gaat nog steeds maar door. En eigenlijk vlak voor leegzaam heb je pas even 2-3 weken wat adem. En dan gaat het eigenlijk wat beter. Ja, ik heb eigenlijk tot leegzaam. Iets meer rust. Tot leegzaam heb ik gekozen geen adem te nemen. Ik heb nu wat adem, een paar weken. Ik heb vooraf dit jaar heb ik op last minute, op de laatste dag dat je je kon inschrijven, heb ik gekozen om Q-Scoot te gooien. Ik speelde op zich niet goed, niet slecht. Kon beter, kon slechter, je weet je wel. Ik heb geen toolcard gehad, dus wat prima. Heb ik gekozen voor, ik heb dit jaar Challenge Tour gegooid, Development Tour, heel veel WDF toernooien en de base. Zelf team events met Nederlands teams, zowel Four Nations, Six Nations, waar ik enorm trots op ben en dat uiteindelijk ook goed gegaan is. Maar wat je zegt, ik de laatste 6-7 weken van dit jaar zit eigenlijk volgepland met WDF. Heb ik zelf voor gekozen. Vanwege wedstrijdritme? Wedstrijdritme, ik vind het ook heel leuk. En ik ben ook wel iemand die, ik train niet eigenlijk, thuis niet, nergens niet. En ik heb wedstrijdritme nodig. En ik denk voor mij nu het laatste jaar, omdat het, of in ieder geval de laatste tijd van het jaar, dat ik wel echt wedstrijd niet meer nodig heb richting leegzaam toe. Over leegzaam gesproken, wij hebben een verrassing voor jou. We hebben een verrassing voor jou geregeld, dat hebben we voor iedereen die in Road to Leegzaam zit. Ik zal zeggen, kijk toe. Videoboodschappen. Hey Moreno, ik wil je vanuit het mooie Sluis even heel veel succes wensen op de leegzaam dit jaar. Kom op, zet hem op man. Ik weet dat je het kan. Oude Negerhard koning, Schreuder hier. Heel veel succes op de Lakeside. Je hebt een kaart voor geknokt, veel voor gelaten. Dus vergeet ook niet een beetje te genieten. Slopen kan je, dus doe je ding jongen. Succes daar. Hoi. Hey Blom. Eerst en vooral veel succes op Lakeside. We hebben het er al een paar keer over gehad. Dat je de laatste tijd vrijwel bezig bent. En dat je eigenlijk wel vrij ver bent gekomen. Hè? Van online cheaten om een wedstrijdje te winnen. Tot een van de meest iconische podiums aller tijden te staan. Je bent echt goed bezig. Ik heb je al gezegd, als je zelf je hoofd erop houdt, dat je veel kans maakt om ver te komen. Maar de dedication is natuurlijk puur aan jezelf te denken dat je moet gaan hebben. Als de Moreno Blonder komt te staan die ik ken, dan kun je echt wel ver komen. En hopelijk kan ik een paar wedstrijden van u genieten. Veel succes, Matje. Ja, dat vind ik onwijs mooi. Ja. Dus laten we even beginnen met Brian Herman. Die had eigenlijk aan waar we het net niet over hebben gehad. In de coronatijd heb jij heel veel online gespeeld, wat je al heel goed hebt gedaan. Ja. Maar het ook een keertje fout gegaan. Daar heb je best wel wat virte over je heen laten komen. Je hebt zelfs niet gereageerd, maar je hebt geantwoord met je pijlen. Dat is eigenlijk heel sterk. Ja, ik heb wel gereageerd. Meteen op het moment zelf. Ik heb het gewoon bekend. Ik heb een bouncer gehad en die heb ik opnieuw gegooid. En de verkeerde score ingevuld. Ja, dat was natuurlijk gewoon iets doms. Ja, ik was 18 en dat. Je bent jong en je doet domme dingen, dat kan gebeuren. Nou, dat is geen excuus eigenlijk. Weet je wel. Ik zeg, iedereen doet wel eens iets doms in zijn leven. Nou, dat punt heb ik wel eens bereikt. En ik heb nog wel eens meerdere domme dingen gedaan. Daar kom ik eerlijk vooruit, dat weten de meesten ook wel. En waarschijnlijk zal ik nog wel eens wat doms doen in mijn leven. Maar ja, ik ben gewoon wie ik ben. En ja, dat is gewoon. Maar wat Ramon eigenlijk daarna zegt, wat ik ook al zeg. Je hebt eigenlijk ook heel erg geantwoord met je pijlen. Want wat jij over de laatste 3 jaar hebt laten zien, is natuurlijk wel echt stap voor stap omhoog. Ook steady omhoog. En dat is eigenlijk wat hij zelf ook zegt. Als je koppetje erbij houdt, is er natuurlijk heel veel mogelijk op leegzaam. Ja, klopt. Ja. Brian en ik hebben veel contact samen. We trainen ook vaak samen. En als we zien bij elkaar, als we met toernooien zijn, weet je wel. Hij heeft sinds kort een management op development toe. Dan trekken we ook vaak. Trek ik vaak samen met hem op en met het management wat hij dan heeft. En Brian heeft me ook, zeker aan het begin van de periode dat ik bij de WDF begonnen, internationaal gehoord, heeft hij me zeker geholpen. We hebben ook samen goede resultaten in de koppels behaald bijvoorbeeld.
Maar ja, zeker, ik wil mede dankzij mijn resultaten en mijn succes wil ik ook Brian daarvoor bedanken. Want zeker in het begin heeft hij mij echt geholpen, zowel mentaal als daarbuitenom. Jij gooit ook altijd heel veel lokaal, dan zien we die andere twee jongens vaak terug. Wat betekent die voor jou? Neem je jouw lokaal een beetje op sleeptouw? Kevin Vermeulen, dat was de eerste natuurlijk, die heb ik eigenlijk leren kennen in de coronatijd. Die organiseerde heel veel online toernooien en dankzij daardoor speelde ik heel veel in zijn toernooien. En op een of andere manier won ik heel vaak, in ieder geval ik won heel vaak toernooien van hem. En toen hebben we een keer afgesproken om elkaar in het echt te leren kennen. En eigenlijk sindsdien hebben we dat vaker gedaan en afgesproken ben ik bij hem thuis geweest. En gewoon echt leren kennen en sindsdien is het eigenlijk gewoon een hele goede vriend en hebben we dagelijks contact. En ja, Stefan, ja. Ik ben daar vorige week nog mee naar Engeland gegaan voor de British Open. Dat, ik zweer dat je, ik kan uit de grond van mijn hart, ik kan zeggen, Stefan, je kan geen betere mensen in de dartwereld tegenkomen als Stefan. Het is zo'n lieve gast. Wat hij zegt is de waarheid. Die zal je nooit bedriegen. Die, wat hij zegt, dat is gewoon de waarheid. En als hij zegt, hij gunt jou wat, dan is dat gewoon zo. En ik heb gelukkig... Eigenlijk mede dankzij voor het Nederlands team. Hij won de kwalificatie en ik zat in het Nederlands team, gingen we Four Nations gooien. En daar heb ik hem leren kennen en eigenlijk vanaf moment 1 klikte het meteen al. En het is eigenlijk zo'n fantastisch goede gast. In mijn mening te goed voor het darten en het is zelf eigenlijk ook een fantastische darter. Ja, het is een onwijs goede darter. Veel positieve dingen, maar ben jij ook klaar voor de dilemma's? Tuurlijk. Dan gaan we naar het dakbord toe. Daar wachtte ik voor. Moreno Blom, dilemma's. Ja. Je zat erop aan het wachten. Ja, dat vind ik leuk. Daar komen ze. Dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 20. Koppels of singles? Singles. Oranjebal of Balmeren? Oranjebar. WDF of PDC? WDF. Jermaine Wattimena of Jelle Klaassen? Jelle Klaassen. Bier of Baco? Baco. Een Barkruk of Des Declin? Barkruk. Six Nations of Four Nations? Five Nations? Nee, Four Nations. Drie of vier pijlen? Drie. Jano Bottenberg of Hansie? Jano Bottenberg. Lex of Sets? Sets. Nog eentje dan? Kevin Painter of Andy Hamilton? Twee keer Andy Hamilton. Dat waren dilemma's. Wil je er nog op eentje terugkomen? Andy Hamilton? Ja. Ja, Andy Hamilton. Jij hebt in de week gespeeld met Andy Hamilton. En Kevin Painter. En Kevin Painter. Ja. Nou staat Kevin Painter niet heel positief bekend. Nee. Maar nadat dat gebeurde, dat laten we even buiten beschouwing, vangt eigenlijk Andy Hamilton jou op. Ja. Dat heeft jou wel goed gedaan. Ja, ik was daar op de modus voor de eerste keer. Samen met Kevin Painter en Andy Hamilton. En Kevin Painter die was... eigenlijk tegenover niemand zo heel vriendelijk, waar hij bekend om staat. En Hamilton was vanaf eigenlijk moment 1, toen ik daar binnenkwam, heel vriendelijk en heel erg gastvrij. En die gaf een paar tips. Dus eigenlijk vanaf dat moment dacht ik bij mezelf van, het is een onwijs relaxte gast. En nu kom ik hem regelmatig tegen, af en toe op de WDF. En voornamelijk op de Challenge Tour. En dat is eigenlijk gewoon altijd prima tussen ons. Het is een hartstikke aardig vent, altijd een praatje. Hij is altijd in voor een praatje. Dus prima gast. De andere waar ik nog zelf op terug wil komen, Jermaine Wattimena of Jelle Klaas. Nou, over Klaas hebben we het al gehad, maar Wattimena is ook belangrijk voor jou. Ja, zeker. Jermaine is sinds vorig jaar een hele goede vriend geworden. Ik ga geen Q-school gooien. Dat wist jij eigenlijk wist al. Wist ik al. Komen we straks op terug. Ik wil het nu eigenlijk wel zeggen. Ik ga met Jermaine lekker van 2 tot 17 januari lekker op vakantie naar Bali. En daar ben ik heel blij mee. Gewoon, volgend jaar wordt het gewoon lekker een wat relaxte jaartje, een tussenjaar. En dan wil ik eigenlijk in 2025 terugkomen en de switch maken naar de PDC. Moreno, bedankt voor de dilemma's. Top. Ja, Moreno, dan rest mij nog twee vragen. Q-school ga je niet gooien. Bewuste keuze, ook geen Challenge Tour dus. Dus volledig de focus op wat WDF... Wat moduskwalificaties waarschijnlijk? Ik ga volgend jaar iets rustiger als dit jaar. Ik ga voornamelijk wat WDF en ik ga proberen om weer leeks uit te halen natuurlijk. Ik ben nu al lekker op weg, omdat de WDF natuurlijk nu een tweejarig systeem heeft. En daar ben ik nu goed op weg. Volgend jaar wil ik natuurlijk gewoon die kwalificaties voor de modus gooien natuurlijk, want de modus is gewoon goed wedstrijdritme. En ik denk dat de EDC op het moment gewoon goede dingen doet. En,
de goede mogelijkheden biedt voor de amateur darters in Nederland. En ik ga gewoon NDB's gooien en hopelijk, ik zeg hopelijk, de evenementen van de NDB van het Nederlands team, zoals de Four Nations en Six Nations. Andere vraag, stel ik aan iedereen op Lakeside. Als jij je eerste ronde wint, zie ik je dan voor mijn microfoon staan? Tuurlijk. Gaan we doen. Altijd. Moreno, dankjewel. Bedankt voor het kijken naar een aflevering van Road to Lakeside. Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat even een duimpje achter hieronder en abonneer je op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. En dan zien we jullie bij de volgende Road to Lakeside. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking om nog veel meer van deze mooie series te maken.